Daar wil ik wel wat van. Weg bij dat eten! Dit is voor een romantische picknick voor Robin en Wonder Girl. Een picknick? Met een meisje? Het komt wel goed. Wees gewoon jezelf. Goed. Mezelf zijn. Wat doe je nou weer? Mijn dijen moeten worden benadrukt. Die wil echt niemand zien, yo. Oh, de kriebels. Smerig. Dit is jouw schuld. Voor jou moet hij zichzelf zijn. Ja, als Robin iemand moet zijn, is het Beast Boy. Mij kun je er goed bij hebben. Oeh, wat als we een Cyrano de Bergerac soort van ding doen? Wie is die Siroop de Burgerman? Een echte versierder. Hij verstopte zich in de bosjes en hielp zijn vrienden met hun date door dingen voor te zeggen. Dat bevalt me wel. Het lijkt wel een scène uit een romantische film. Daar komt ze aan. Verstop je, jongens! Hey, dus wil je mijn dijen zien? Of, Oh, de kriebels. De kriebels, de kriebels. Geen paniek. Ik ga voluit mijn Bergerac act doen. Oké, dwaas, zeg dit. Yo, mama, zitten met die billen, dan gaan we picknicken. Dat ga ik echt niet zeggen. Ik ben de Bergerac, dwaas. Dus zeg wat ik zeg. Goed dan. Yo, mama, zitten met die billen, dan gaan we picknicken. Oké, ik vind dit vreemd en raar. Maar ik ben te beleefd om dit hardop te zeggen. Zeg nu, hier is wat brood. Hier is wat brood. En nu lekker zoenen. Man, dat is vreselijk. Aan de kant voor de echte Bergerac. Mevrouw, als het eten zo smaakt als u eruit ziet, dan zal ik de kok straks een complimentje geven. Ah, dat is nog erger. Zeg dat je van paarden houdt. Meisjes zijn dol op paarden. Wees gewoon jezelf. Niet over je dijen praten. Vraag mag ik dat ze heerlijk is? Zoals het is. Zoals het is. Zo'n croissantje uit de oven. Zoenen, lekker zoenen. Ik kan het uitleggen. Het is duidelijk dat je het slechte advies van je vrienden opvolgt en je hebt me beledigd. Maar het toeval wil dat mijn gedachten bij de problemen met mijn vriendje zijn. Wacht heel even. Heb je een vriendje? Nou, ex-vriendje. We zijn uit elkaar. Maar we komen wel weer bij elkaar, denk ik. Hoe dan ook. Ik ga nu ergens overstuur zijn. Oh, ik denk dat geen meisje me ooit zal zoenen. Ik hou het wel bij bomen. Dit betekent dat het tijd is voor een groot gebaar. In elke romantische film doet er wel iemand iets idioots en belachelijks om zijn affectie te tonen. Dus als ik iets doms en gevaarlijk doe uit naam van de liefde, dan vergeeft ze me? En dan krijg je die kus. Laat dit maar aan ons over. Ja, wij zijn dom en gevaarlijk! Ziet er goed uit, jongens. Ik deed de domme dingen. En ik heb het gevaarlijke gedeelte bedacht. Oké, ben je klaar? Ik weet het niet. Ga voor die kus! Dat was ongelooflijk dom en gevaarlijk. Ik zou me zorgen moeten maken over je verstandelijke vermogens, maar ik ben er raar maar waar helemaal voor gevallen. Het gaat gebeuren. Dat is mijn ex-vriendje. Is je ex de houthakker? Hij is het noodzakelijke obstakel dat je moet overwinnen om jezelf te bewijzen. Houthakker? Jij stal mijn boomvriendinnetje. Ik sta niet toe dat je ook mijn mensenvriendinnetje steelt. Ah! 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 Oh, dat was heftig. Nou, die dijen krijgen we gelukkig niet meer te zien. Oh, goed gezegd. Gelijk in, ja. Wat is er gebeurd? Robin! Heb ik gewonnen?